Ik word opeens zenuwachtig nu mijn vriend mee zit te kijken. Je mag me wel aankijken als ik tegen je praat af en toe. Oh, oké. Okay. Het ja, is super awkward voor mij. Ja, voor mij niet anders. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe kookshow van Chicks Love Food. Met alleen ik, Elise. Het is de eerste kookshow die we opnemen terwijl Nina met verlof is. En mocht je nu kijken en denken, eigenlijk kijk ik alleen maar voor Nina, blijf vooral kijken, want ze komt langs. Cliffhanger. En ondanks dat er natuurlijk niemand Nina's plek kan vervangen en ik 3 maanden lang 's nachts huilend in mijn bed lig totdat ze er weer is, hebben we vervanging moeten regelen. En in de hele feestelijke decembermaand is die gast naast mij een man. Ik krijg elke week in december een mannelijke sidekick. Wat zeg ik? Een knappe mannelijke sidekick. Dus zeker reden om te kijken. En met welke enorm knappe man kan ik deze eerste show beter beginnen dan mijn eigen man. Dames en heren thuis, dit is... Ik ben Marcel. Dit is Marcel. En Marcel is van mij. En jij bent vandaag mijn sidekick. Ja, heb je er zin in? Zeker. Top. En het is gelijk een hele speciale show, want we trappen vandaag het Vijverles kerstmenu af. Komende 3 weken maken we voor, hoofd en een nagerecht voor kerst met 5 ingrediënten. Over het recept dat we gaan maken straks meer. Vandaag in de kookshow dus allereerst het voorgerecht voor het Vijverles kerstmenu. We gaan kijken hoe het met Nina thuis gaat. Is er al een baby? Super spannend. We hebben de Q&A voor mannen. 8 vragen in 1 minuut. Succes! We hebben een hele te gekke winactie. Ik verklap nog niks. En we krijgen nog een wijntip van sommelier Lendel. Best van Nederland, die kennen wij heel zeker goed. Die gaat ons nog een wijntip geven welke wijn je moet serveren bij een voorgerecht. Marcel, leuk dat je er bent. Dit is super awkward voor mij. Ja, voor mij niet anders. Oké, voor de mensen thuis, vertel even wat je in het dagelijks leven doet. Nou, ik ben docent aan het RSC van Amsterdam. Dat doe ik 4 dagen. En daarbuiten ben ik ook papa van 2 mooie kinderen. Dus die houden me nogal bezig. Ja. En druk met kettlebells. We kunnen jou ook wel kennen als meneer Kettlebell online. Ja, zeker. En vandaag ga je mij helpen met het maken van een heel lekker voorgerecht. Wat is jouw favoriete voorgerecht? Ik vind vlees als voorgerecht lekker. Ik vis als voorgerecht. Gamba's vind ik lekker. Ja. Grote gamba's. Carpaccio vind ik ook lekker, uiteraard. Nou, en over carpaccio gesproken. Nah. Surprise, surprise. Jeetje. Die gaan we vandaag maken. Top. Maar dan wel zelf. Een ossehaas carpaccio. Een lekker traditioneel voorgerecht met een eigen twist. Zeker weten dat iedereen dit lekker vindt, als je van vlees houdt. Voordat we gaan koken, gaan we jou even heel snel wat vragen stellen. Komt-ie. Marcel, ja. Een Q&A voor mannen. 8 vragen die je in 1 minuut moet beantwoorden. Alright. Het zijn niet hele lastige vragen. Kom maar op. Start de tijd. Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden. Verloofd. Die moest ik erin, sorry. Nooit meer vlees of nooit meer zoet? Die vraag hebben we elkaar al vaak gesteld. Nu kiezen. Nooit meer vlees. Ah, YouTube of Fox Sports? Fox Sports. Nooit meer naar de sportschool of nooit meer taart? Nooit meer taart. Ah, dan wel. Zelf koken of bestellen? Zelf koken. Ah, Max Verstappen of Lionel Messi? Hoe dan? Welke? Kiezen. Gewoon kiezen. Verstappen. Okay. Food of the Victoria's Secret Fashion Show. Victoria's Secret. Ah! Last but not least, rendier Rudolf of een sneeuwpop? Rudolf. Okay. Hou je hem op of hou je hem niet op? Ik hou hem niet op. Oké, okay. Jammer. Oké, okay, we gaan carpaccio maken. Lekker. Gaan. Ossa's carpaccio met pistachepesto. En baby spinazie. De 5 ingrediënten die je nodig hebt. Een ossehaas. Afhankelijk van hoeveel mensen je krijgt. Dit is wel een hele grote ossehaas.
babyspinazie, pistachenootjes, parmezaanse kaas en knoflook. En we beginnen met het bakken van de ossehaas. En dat doen we echt heel kort. Dus we maken de pan ontzettend heet. Die ga ik alvast aanzetten. Ik kan een beetje herrie maken omdat ik hem echt op de hoogste stand zet. Ik snij een stuk hiervan, of jij. Jij mag ook iets doen. Namens, aan jou de eer. Ja, dat is ongeveer prima. Nou, we zouten het vlees. Sommige mensen zeggen dat het niet kan tijdens het bakken, maar dat is me verteld door een expert die volgende week met ons kookt. Dan heb ik eigenlijk een man in de keuken die wel kan koken. Ah nee, dat is lullig. Jij kan wel echt koken. Vind je? Ja. Ja, oprecht. Ja, maar toen ik je leerde kennen was je nogal van de diepvriesgordel leuk. Nou, dat vind ik nog steeds lekker. God, zit er ja. Maar sinds dat je zeg maar met Chicks Love Food bent, ben je wel echt van het aan het koken geslaan. Ben je misschien nog wel culinairder dan ik? Nou, dat vind ik een compliment. Ik doe echt wel een flinke scheut olie in de pan. En die moet echt heel goed warm worden. Want we bakken het heel kort. Alleen kantjes. 15 seconden per kant. Een traaltje koud water. Daar doe ik straks het vlees gelijk in. Laat ik het schikken. Dan doen we het in plastic folie. En dan gaat het in de diepvries. En dan eventjes wachten. Dan kun je het daarna makkelijk snijden. En dan gaan we ondertussen de pesto maken. Het moet echt, echt heel heet zijn, hè? Ja, dan moet je echt wachten tot het gaat lukken. Ja. Ja, ik zou hem aanzetten. Oké. Start die blok. Natuurlijk ook helemaal rauw eten. Wij bakken hem kort aan, net voor een andere smaak. En dan doen we hem in folie. En dan doen we hem even een half uurtje in de vriezer. Want dan kan je er dus mooie plakjes van maken. Het is dus wel homemade carpaccio. We hebben een lekker gebruind randje omheen. En we maken ietsje de dikkere plakken. Die staat in de vriezer. Gaan we even kijken bij Nina thuis. Is er al een baby? Nee, nog geen baby. Het bewijs. Ik lig heel even op bed te chillen. Nog geen baby dus. Dus misschien maar goed ook. Want dit is mijn allereerste echte verlofdag. Op het moment dat ik dit opneem. Maar ik ga vandaag wel iets heel leuks babyachtigs doen. Namelijk een nieuwe wandelwagen uitzoeken. Ik ga je even op mijn laptop laten zien welk het wordt. Want daar heb ik me natuurlijk al in verdiept. En dat weet ik al lang. Komt ie. Deze... Een mooie, beetje petrolblauwe Jules Geo. En geen duowagen, hier komt dan nog een meerijdplankje voor Mathies. En nu ga ik even naar de showroom om hem echt te bekijken. Ik ben in de kinderwaren snoepjeswinkel. Jules Walhalla. En de wagen, de precieze wagen waarin mijn nieuwe kleintje komt te liggen, die staat hier niet. Die komt nog. Maar kun je wel laten zien dat het deze mooie kleur is. Met dit handvat. Met dat leuke ruiten patchwork. Ja, zodra ik hem heb, laat ik het uiteraard zien. Het wordt weer heel, heel mooi. Echt heel mooi. Nou, ik ben er weer. Die wagen wordt over een week of twee geleverd. Vast op tijd voor de baby. Dan ga ik me nu de rest van de dag hierop richten. Kleertjes uitzoeken en zooi opruimen in de kinderkamer. En nog een mooi pakket uitpakken. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende update. Ik verwacht nog steeds dan met dikke buik. Doei! Nog geen baby? Nee. Zoveel zin in een nieuwe kleine man. Volgend jaar op vakantie, nee. Door met de pesto. We gaan zelf pesto maken. Nou, dat is echt een piece of cake. Je doet alles erin en malen maar. Waarom hebben we dit recept gekozen?
Als je nou heel veel gasten krijgt, dan heb je dus even hop, 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 heel kort bakken van die ossa's. Die doe je in de vriezer. Daar heb je geen omkijken meer naar aan. Pesto kan je hartstikke lang bewaren. Dus dat kan je allemaal lekker van tevoren al klaarmaken. En dan op het laatste even toep, 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 de bordjes opmaken. Ideaal. Ja? Top. We hebben nodig, we maken hem dit keer van baby spinazie. Dus flinke hand. En dan hebben we ook nog wat voor op het bordje. Wat pistachenootjes, parmezaanse kaas, olie en een knoflookteen. Ik ga je schoonmaken, dan mag jij de rest... Maar één hand. Ja, flinke hand. Oh. Parmezaan. Ja, ietsje meer. Ja. Yes. Parmezaan is natuurlijk ook wel zout, dus een beetje zout. En dan... Halverwege doe ik even de zijkanten eraf. Zie jij, is er al bijna. Is nog iets te grof. Het is wel dunner het beste, hè? Ja, dat klopt. Je moet het natuurlijk wel een beetje als een dressing over het vlees doen. Dus ik heb hem ietsje dunner gemaakt. En terwijl Marcel lekker bezig is, ga ik een hele mooie winactie bekendmaken. Deze hele kerstmaand, tijdens het menu, hebben we een hele mooie winactie van Tefal. En vandaag geven wij de Tefal Double Force Food Processor weg. Dat is deze Joekel. Een hele mooie keukenmachine waarmee je echt van alles kan. We hebben er net pesto mee gemaakt, maar je kan er ook nog heel veel andere dingen mee doen. Kijk even heel goed, want er zitten ontzettend veel attributen bij. Je kan ermee persen, mee mixen, mee schillen, mee raspen, van alles. Dit fantastische apparaat kun je dus winnen. Waarom is het nou een double force? Omdat je dus allereerst hem kan gebruiken als keukenmachine. Maar er zitten twee motoren in om ook de blender te laten werken. Dus dan heb je één unit in je keuken, maar dan kan je gewoon wisselen tussen beide apparaten. Dat is toch briljant? Ja, gek. Hoe kan je deze nou winnen? Door een mail te sturen. Naar onderstaand e-mailadres. Lekker bezig, schat. Stuur je meest gezellige kerstkiekje naar onderstaand e-mailadres. En dan maak je dus kans op de Tefal Double Force. En heb je nou niet gewonnen, kijk volgende week weer. Want dan geven we weer een heel mooie prijs weg. We gaan de carpaccio opmaken. Het vlees mag uit de vriezer. Zo moet hij dus precies zijn. Zie je, dat is echt perfect. Heel klein bruin randje. Dat is een kwestie van hele dunne stukjes snijden. Zou ik het doen? Zal ik er één doen en dan jij één? En dan snijdt het vlees aan. Ben jij de koker van ons twee thuis? Dat zullen mensen thuis zich afvragen. Zozeer toch? Allebei. Denk ik dat het redelijk gewild is. Ja, zeker wel. De dag dat jij thuis bent, kook jij eigenlijk. Wat is jouw special dish? Dit is wel heel mooi, hè? Zie je zo dat vet doorwegen? Dat is echt. Echt heel mooi. Mijn specialiteit? Ja, want wat kook jij het meest? Ik denk Aziatisch of zo. Ik dacht dat je ging zeggen, chips van voetgerechten. Ah ja, dat klopt wel. Maar het is ook vaak veel aardig. Nu lijkt het helemaal niet erg, maar het is wel zo. Ja, dat klopt wel. Zeker. Nou, dit kan je wel oprecht gewoon mee noemen. Echte chefs zullen zeggen dat het geen carpaccio is. Waarom? Omdat het niet dun genoeg is. Dus het is een beetje met een twist, hè? Laten we dat alsjeblieft voorop zetten. Wij zijn geen chef, we doen ook maar wat. Maar dit is wel, denk ik, een heel mooi gerecht om met kerst te maken. Wat iedereen lust. Oké, dan doe ik er een klein beetje baby spinazie in het midden. Maak ik een heel klein beetje zo. Het moet er natuurlijk wel een beetje fancy uitzien. Je wilt natuurlijk alle ingrediënten zien, dus ook het vlees. De pesto. Die mag best wel op de spinazie, die is natuurlijk nog niet aangemaakt. Ook een beetje op het vlees. Ik doe nog een beetje volpakken, anders worden het twee enorme units. Dus eigenlijk gebruik je alle ingrediënten die in die pesto zitten nog even om het bord een beetje schoen te geven. En dan als laatste nog wat hele mooie parmezaan krullen. Vind je ervan? Ja, super mooi uit. Ja? Ja. Bij het Fiverr-les menu deze komende 3 weken krijgen we bij elk gerecht een wijntip van mijn wijnvriend. Yes! Yes! Lendl, mag ik je allereerst onwijs bedanken dat je hier bij ons zit. Nou, zeker weten. Ik ken jou, maar voor de mensen thuis die denken Lendl, dat schaam je.
Wie ben je? Vertel. Wie ben jij? Nou ja, waar jij mij van kent is sommelier bij restaurant Waterpoel. Maar nu werk ik in Amsterdam. En ik ben sommelier. En ik heb vaak wijn geschonken voor een dienst. Dus ik doe alles met wijn en met eten. En dat combineer ik. En dat, ja, dat proef ik veel. Dus dat, ja. Maar oké, voor de mensen thuis. Jij bent wel echt top of the bill in Nederland. Nou, dat ga je niet over jezelf zeggen. Maar ik zeg dat lekker wel. Ja. Dat zijn wij bij Chicks Love Food absoluut niet. Wij zijn natuurlijk gewoon maar hobbykoks. Maar wij willen wel graag weten, hè, bij het kerstmenu, wat moeten we nou serveren? Wijn is altijd iets relatiefs. Hè? Kijk, jij vindt iets lekker en de ander vindt het niet lekker. Ja. Dus je moet altijd iets zoeken wat voor iedereen aansluit. Ja. En wat ik bij kerst altijd zeg, is dat het feestelijk is. Dus je moet beginnen met een bubbel. Adviseer jij nou dat deze bubbel bij de Ossehuis Carpaccio? Nee, ik heb natuurlijk een klein beetje huiswerk gedaan. En ik weet ook toevallig dat jij dit wel lekker vindt. Ja. En dat carpaccio is natuurlijk vlees. Ja. En dan denken heel vaak mensen, daar moet rode wijn. Ja. Nou, rode wijn. Het grootste verschil in rode en witte wijn zijn de tannine. De tannine zijn, is eigenlijk het stofje wat je mond doet uitdrogen. Dus een beetje doet verkrampen. Als je rode wijn drinkt, ga je tanden worden ook altijd een beetje... Een beetje strak droog. Nou goed, als je dat combineert bij vlees, dan kan je soms een soort van stalige reactie krijgen. Een beetje een wrange reactie. Net of je stuk koper, niet dat je dat in je mond doet, maar een stuk koper zeg maar in je mond. Ja. Of gewoon een stukje geld, een muntstuk. Dus wat ik heel vaak prefereer is een witte wijn. Ja. Bij zacht vlees doen. En een carpaccio is natuurlijk een zacht stukje vlees. Ja. Dus ik heb gekozen voor Finoyer. Ja. Finoyer is een wijn die rijk is, bol van de noten, gedroogde bloesem, heel rijk fruit zit erin. Dus het is niet zo'n Sauvignon Blanc dat je echt dat wrange zuur hebt. Het is veel ronder en veel ja, romiger, laat ik het zo zeggen. Maar dit koop je dus gewoon bij de wijnwinkel? Ja. Want stel dat je nou niet deze Finoyer kan vinden, maar is er dan een Finoyer die erop lijkt, dan is dat ook oké. Ja, wat zou je dat doen? Ja, ja, ik zou zeggen die. Ja, en waarom zou je dat doen? Ja, omdat in mijn hoofd dit rode wijnglazen zijn, nou, die meer moeten ademen, die doe je zo door zo'n glas. Het maakt dus helemaal niet uit. Nee. Want ik kijk heel vaak waar een wijn echt het mooiste uitkomt. Ja. Dat zeggen 15 euro. Oh, nou ja. Als je gewoon wil uitpakken met kerst vind ik dat best prima. Nou. En jij maar, je hebt nog een andere tip. Ja, dit was eigenlijk wat anders. Heel veel mensen willen natuurlijk Chardonnay altijd. Hè? Ja. Of juist niet, je houdt van Chardonnay. Ja. Met kerst gaan altijd de klassieke wijnen open. Ja, en de klassieke gerechten. Klassieke gerechten, klassieke wijnen. Dit is nou zo'n klassieke wijn. Dus Chassagne Montrachet, zoals ze dat chic noemen. Dit is wel iets duurder, maar dat hoort op en top in zo'n glas. Ja, dus als je echt wil uitpakken met je vrienden, dan neem je deze wijn. Die doe je in een karaf, want hij mag geen adem hebben. Niet te koud en dan serveer je in zo'n glas. Maar er zijn tal van andere opties, dus probeer het gewoon. Superleuk. Ja. Volgende week geef jij een tip voor bij het hoofdgerecht. Waarom? Daar ga ik eens even over nadenken. Dat even pijnzen. Wij blijven hier een week zitten op deze bank. Ik zorg dat ik wat leuk zeg. Ik zorg dat ik wat zeker weten. Ja. Terug naar Marcel in de keuken. Nou, tijd om te proeven. Je begint al. Ja. Nou, dit is wel een beetje een grote portie. Daar kunnen we met z'n tweeën van eten. Ik zou zo 2 à 3 plakjes per persoon aanhouden. Hè? Denk je niet? Ja, zeker. Heerlijk. Hij is echt goed. Oh, die pistache zo mooi erbij. Oh. Wel echt een carpaccio smaak. Ik vind het perfect. Echt waar. Nog een beter compliment kan ik niet krijgen. Wil je nog iets vertellen over de smaak? Over de combinatie? Of wil je gewoon alleen maar eten? Alleen maar eten. Nou, dat is prima. Sluit ik hem af. Super leuk dat je keek. Vergeet niet mee te doen met de winactie. Volgende week weer een nieuwe kookshow. Lieverd, heel erg bedankt dat je met me wilde koken. Ja, geen dank. Vond het leuk. Mwah. Het is de enige gast die ik op zijn mond mag zoenen. Thanks. Gewoon even lipstick.